Wie is gered van het balkon? Ja. Strijk een pret. En die gaat hier de kooi in? Of ja, is daar alweer een baantje voor? Ja, de kooi weer in. We zoeken nog een maatje. Meneer Van Baarle. Ja. We hebben een dierenvoedselbank hier bij de dierenambulance Rotterdam geopend. Want? Eigenlijk is het in het kader van december een dure maand. Mensen worden steeds armer. Ook mensen die diertjes hebben. Dus we hadden gedacht om iets te gaan doen voor de mensen die eigenlijk aan het minimum zitten. Die nooddruftig zijn eigenlijk ten einde raad, misschien zelfs wel aan het sederen, aan het euthaniseren denken slaan. Om daar kat of hond te laten inslapen. En dat willen jullie zien te voorkomen. Ja, ja toch? Dat is wel de bedoeling. En waar gaan deze pakketten dan precies heen? En waarom hebben jullie dat ingezameld en op welke manier? Deze pakketten zijn ingezameld bij een supermarkt hier op Spinozaweg. Waar ik de naam niet van zal noemen. De Jumbo. Omdat het de Jumbo is. En het is allemaal gedoneerd. Ja, natuurlijk alles met olifanten, maar daar gaat het hier niet om. Nee, dit is allemaal gedoneerd door de klanten. En de klanten van de supermarkt hebben royaal aan... Hebben extra ingeslagen. Hebben extra ingeslagen, hebben aan de dieren gedacht. Dus... En wie komen er nou voor in aanmerking? Iedereen die door ons vervoerd wordt... Ja, ik krijg een pakketje. Als het een hond is, natuurlijk een hondpakketje. Kan je niet voor aanmelden? Nee, dat kan niet. Nee. Voorlopig beginnen we alleen met mensen die door ons vervoerd worden. Een prachtig mooie nieuwe ambulance die je hebt aangeschaft. Wordt het dan allemaal weggebracht? En waarom geen vogelvoer? Waarom worden die gediscrimineerd? Waarom daar zo discrimineel je tegenop stellen? Momenteel zitten we toch met vogelgriep. En dus doen we heel weinig met vogels. Maar dat is misschien een optie voor het volgende jaar. Er wordt niks uitgesloten, zeg maar. Nee, en misschien jullie gaan het Rotterdam en misschien wel landelijk breed trekken, deze dierenvoedselbank? Sowieso in de regio Groot Rotterdam. Dat de kerstdagen maar voor mens en dier mogen bewaren en vooral qua gevulde magen. Ja, inderdaad. Hop, fort, in de stutten, deugen en dat het nog lang mag heugen en meugen. Op de camera blijven werken, aan je werk, Verk. Meneer Van Baarle. Oké, meneer Kerkman. Aanzwepen die hap. Vol met sirenes en toetsen en bellen. Bel, op naar de nooddruftigen hier in deze stad. Rotterdam Rattenflats. Wat dacht je wat? Okay.